Een staande ovatie van heel de Roma. Bent u met een goed gevoel, zal ik het niet noemen, hè, in zo'n omstandigheden. Maar bent u met, heeft het u een beetje deugd gedaan? Ja, dat heeft me heel veel deugd gedaan. Mm-hmm. Ja. En ik denk al die mensen die daar waren, hebben hun reden om daar te zijn. Mm-hmm. Ja. Tot hoe laat heeft u zitten signeren? Ik heb moeten signeren tot 1 uur 's nachts. Mm-hmm. En telkens mooie woorden van de mensen en, die hem komen kopen. Ja, telkens met een... Ja, iedereen wou een beetje praten met mij. En iedereen wou ook zijn woorden zeggen over degene die is gebeurd. Ja. Ik denk dat het de eerste keer is in 5 jaar dat u wel in een tv-studio komt zitten. Ja. Waarom wil u dat vandaag doen? Eigenlijk, ik was heel moe. Ik heb gewoon besloten om hier te komen met die boek, omdat ik wil zoveel mogelijk mensen raken over wat is gebeurd. En met de hoop dat dat nooit meer gebeurt. Mm-hmm. Eigenlijk, ja. Om een beeld te geven van wat er gebeurd is, of misschien ook een beetje om een beeld te geven van wie uw zoon was, die nu voor ons allemaal exact samenvalt met wat er gebeurd is. Ja. Omdat als je hoort, het titel van het boek is dat misschien een beetje hard. Maar ik denk dat iedereen heeft moeten die boek lezen om te verstaan waarom die titel. Mm-hmm. Ja. Ja, ze hebben mijn zoon vermoord. Dat vermoord, zoals u zelf zegt, dat betekent dat het... Ja, in juridische termen dan met voorbedachte raad. Bent u ervan overtuigd dat een van die mensen hem doodgewild heeft? Eigenlijk, nee. Ik denk niet dat ze hadden de bedoeling om hem te doden. Maar als je leest het boek, dan versta je waarom ik heb dat gezegd. Omdat dat is, je kan dat draaien om keren hoe je wil, maar op het eind, dat is het resultaat die komt. Mm. Ja. Begrijp je de titel, Joost, als je het gelezen hebt? Ja. En ik snap dat er heel veel vragen zijn en veel meer echt een gebrek aan antwoorden op bepaalde zaken. Mm-hmm. En ik vind het moeilijk om daar een mening over te hebben eigenlijk. Ik ben ook maar gewoon een buitenstaander die dit leest. En ik ben iemand die heel erg schok is van het verhaal aan zich. Ik heb straks ook met meneer gesproken. Maar er zijn zoveel vragen nog die beantwoord moeten worden. Mm-hmm. Die staan in dat boek. Op een hele integere manier, want dat wil ik echt. Dat vind ik het mooie aan dat boek. Het is vooral heel integer, zonder gevoelens van wraak en zo. Dat vind ik zo ongelooflijk sereen. Wat die meneer gedaan heeft eigenlijk met dat boek. Ja, dat is hoe daar spreekt u ook vaak over, hè? Dat die wraak laat u wel achterwege. Iets waar veel mensen misschien wel zouden mee zitten. Exact. Omdat als je hoort die titel, dan denk je dat die man zit met veel, veel woede, veel wraak in hem. Maar dat is niet het geval. Ik wou gewoon mensen laten voelen wat ik heb gevoeld in die 5 jaar. Mm. Maar op een rustige manier, op een serene manier, omdat ik heb echt geen haat. Mm. We kunnen ook lezen dat u het heel moeilijk heeft met wat er meteen na zijn dood gebeurd is. Welke dingen er gebeurd zijn onder de reuzengommers en uw familie. Wat ligt er eigenlijk het zwaarst op uw maag? Eigenlijk de momenten waar wij waren aan het wenen of aan het proberen Sanda te redden in het ziekenhuis. Mm. En de ouders van die jongens waren bezig met hun advocaat en zo. Dat heeft mij echt gechoqueerd. Mm. Ja. En ik kan u dat achteraf begrijpen in de zin dat dat ook ouders zijn die voor hun kind op dat moment proberen te zorgen? Of is dat een brug te ver? Ja, maar weet je... Ik kan verstaan dat iedereen wil zijn kind beschermen en verdedigen. Maar ik denk dat als je beslist kinderen te hebben, dat is een grote verantwoordelijkheid. En je kiest kinderen te hebben en je maakt tijd om kinderen te hebben. Je moet ook tijd maken om die kinderen op te voeden. Mm-hmm. En opvoeding is niet alleen geld geven en alles wat ze nodig hebben geven. Opvoeding is ook presens. Opvoeding is bijzijn. Dat is niet alleen hebben, maar zijn. Ik denk dat echt
als je wil een ouder zijn en niet gewoon een geniteur, zoals ik heb dat al gezegd in een van mijn interviews, dan moet je gewoon bij zijn voor de opvoeding van je kinderen. Neemt u het vandaag de ouders van de reuzegommers nog altijd meer kwalijk dan de jongeren zelf, dan de studenten zelf? Eigenlijk, die jongeren heb ik nooit zo woedig gehad, zoals men dat denkt. Anders had ik die jongen die ik heb ontmoet in de kerkhof niet een knuffel gegeven. Heeft een knuffel, ja. En dat was echt gemeend. Mm-hmm. En... Want dat was helemaal in het begin, denk ik. Exact. Ja? Dat was helemaal in het begin. Heeft dat moment toch ook een beetje deugd gedaan dan met iemand van die groep? Nee, want die had ook wel verdriet, blijkbaar. Dan. Ja. Die jongen die ik... Maar dus, pas op, er is een verschil. Dus die jongen die ik heb gezien in die kerkhof was verschil... Er is een verschil met die jongen die ik heb gezien in de rechtszaal. Mm-hmm. En dat is ook iets die mij heeft ook geraakt. En op welke manier? Op de manier van... in de rechtszaal hebben ze allemaal gezegd, gedraaid, 1 seconde zo gezegd, sorry. Misschien hebben ze dat samen geprepareerd, ik weet het niet. Mm-hmm. Maar in de kerkhof heb ik gevoeld dat die jongen die dag had gewoon spijt van wat is gebeurd. Mm. Ja. Mag ik zeggen dat als u, want dat zijn ook nog belangrijke vragen, als u exact zou weten wie waarvoor verantwoordelijk is, bijvoorbeeld, ik zeg het maar, de visolie die toegediend wordt, dat een soort van verlichting zou kunnen brengen? Want dat is iets, u weet nog altijd niet wie waarvoor verantwoordelijk is. Zou dat iets kunnen bijdragen voor u? Nee, eigenlijk, ik denk gewoon dat in het geheel, wij moesten gewoon weten wat is gebeurd. Mm. We moesten gewoon weten wat is gebeurd. Ik denk, voor mijn part, ik heb al zoveel pijn gehad en ik heb heel diep moeten zoeken in het binnenste van me om al degene die is gebeurd ergens te plaatsen. Mm-hmm. Dus zelf als ik er praat, heb ik er heel veel pijn. Maar ik denk niet dat als ze hadden gezegd dat die heeft de visolie gegeven of dat gaat iets veranderen. Ik denk dat niet. Nee. Het woord klassejustitie is heel vaak gevallen de afgelopen weken. Het is iets waar u ook van overtuigd bent dat het in dit geval het geval was geweest. Wat is voor u de belangrijkste reden voor die overtuiging? Klassejustitie. En ik denk dat iemand die zegt dat dat geen klassejustitie is, dat hangt af van welke kant je zit. Omdat als je ziet dat geen enkel van die jongen is in voorhechtenis gebleven. Geen enkel. En er was iemand die gestorven is. En ik denk, begin met de KUL. Ik denk, als KUL had die jongen opzij gezet, dan hadden we misschien de kans om de waarheid te hebben. Maar blijkbaar was anders. Op de universiteit bent u nog altijd boos, lees ik ook. Nee, moet u niet mengelen. Ik ben niet boos op KUL. Ik was boos op de rector, Luc Sels. Omdat KUL is een hele grote instituut bekend. En ik heb veel respect van KUL. En Sanda was een grote fan van KUL. Mm-hmm. Ik had zelf niet gekozen voor KUL. Ik had hem aangeraden, blijf in Antwerpen. Er zijn in Antwerpen ook goede universiteit. Ik heb hem aangeraden zelf naar Nederland. Maar die heeft zelf willen gaan naar KUL. Omdat hij was een grote fan van KUL. Maar ik heb gevoeld dat de vertegenwoordiger van KUL heeft hem laten vallen. Hij heeft niet zwaar gewogen in die... Maar u bent niet meer kwaad, zegt u? Nee. Nee. Heeft u Luc zelfs nog gehoord intussen? Nee, ik heb hem heel die jaren ontwijkt. Ik wou hem niet zien, omdat ik was nog heel, heel, heel boos. Ja. En zou u vandaag nog wel eens met hem willen praten? Waarom niet? Wat, meneer Dia, want het gaat natuurlijk, er is heel veel discussie ook de afgelopen weken geweest als het gaat over de straf die ACID gekregen heeft en dergelijke. Wat zou voor u, voor de mensen van Reuzegom, een aanvaardbare straf geweest zijn? Weet je, ik ben geen
geen jurist. Ik, geen rechter. Ja, geen rechter. Dus mijn rol was gewoon, ik ben een vader die heeft zijn zoon verloren en ik wou gewoon de waarheid hebben om de pijn te verlichten. Maar geen enkel sanctie, denk ik, kon in die tijd mijn pijn verzachten of zo. Omdat ja, ik had heel veel pijn. Dat begrijp ik. Maar misschien dat u het nu ook nog altijd aanvoelt als onrechtvaardig, de strafmaat dan op zich. Ja. Had dat anders kunnen lopen? Wij, in onze kant, wij verwachten gewoon dat die jongens worden op hun vingers getikt. Dat zo'n ding niet mag in onze maatschappij. Maar ik heb het gevoel dat die hebben de signaal niet gegeven aan die jongens. Mm-hmm. We hadden gewoon gehoopt dat dat zal in hun strafblad staan. En dat is niet voor eeuwig, dat is voor tijdelijk. Dan ga je, als je kijkt op je strafblad, dan zie je, ja, ik heb fout gemaakt. En die stempel had wel gemogen. Ja, van u. Denk ik. Ja. Ik heb me ook wel eens de vraag gesteld, Sanda maakte er deel van uit. Wat zou hij gewild hebben voor die mannen? Ja, Sanda was een hele lieve jongen. Mm-hmm. En Sanda was echt, heel innocent zelf. Hij had geen enkel minuut gedacht dat dat iets gaat gebeuren met hem. Anders gaat hij dat niet doen, denk ik. Mm-hmm. Ja. En ik denk niet dat... ik wens die jongens peace. Ja. Je les souhaite la paix à ses enfants. Wat mist u het meest aan hem? Zijn lach. Hij was mijn beste vriend. Sanda, dat wij zijn gescheiden met haar moeder, met de moeder. En wij waren zo dicht van elkaar. Dus we waren samen in ons kleine appartement. We missen niks. We hadden alles. Mm-hmm. Maar surtout, we hadden elkaar, Sanda en ik. En dat mis ik. Mm-hmm. Ja. We hebben wel ook het beeld meegekregen dat de wereld wat aan zijn voeten lag. Hè? Exact. Hij was zo enthousiast. Hij was zo ambitieus. En ja, ik kan dat zelf niet. Ja, hij was super, super ambitieus. Ja. Krijgen de mensen die dit zullen lezen dat beeld goed van hem mee, denkt u? Ik denk. En de bedoeling was gewoon, die boek, we hebben dat gedaan in zo'n formaat en zo, om zo makkelijk te lezen. Dat die boek iedereen leest. En ik raad mensen dat die boek te lezen om te verstaan waarom ik heb die titel gekozen. Dat was geen haat daarvoor. Mm-hmm. Het was gewoon om mensen te raken. Ja. U heeft hem in contact met de uitgever gebracht, mevrouw Saai? Ik was er maandag ook bij. Ik herinner me dat we elkaar vorig jaar of zo... Op de voorstelling? Ja, maar vorig jaar hebben we elkaar voor de eerste keer ontmoet. Ik denk een maand of zo na het einde van het proces. En ik hoopte toen al heel sterk dat er een boek zou komen. Omdat je voelde natuurlijk die verontwaardiging ook in de samenleving. En... Ik heb altijd, want ik heb Sanda uiteraard niet gekend, maar ik heb wel vrij snel gevoeld van dit moet ergens vastgelegd worden. Zodat wij als samenleving nooit vergeten wat er eigenlijk is gebeurd. En zeker ook de generaties die vandaag studeren of al zijn afgestudeerd, mm-hmm. kinderen en kleinkinderen. Ik vond het maandag een ongelooflijke mooie... een mooi moment, hè, met zo'n grote groep, meer dan 1000 mensen die samenkomen... Om naar de familie te luisteren. Want ik merk natuurlijk dat heel veel vragen van journalisten ook gaan over het proces en zo. Maar dat is juist het sterkte van het boek, is dat het zoveel ruimer is. Het gaat ook over jouw verhaal. Ja. Hoe jij naar België bent gekomen. Hoe het is voor migranten om het Afrikaanse continent te verlaten en hier op zoek te gaan naar een beter leven. Hoe het is voor kinderen van migranten om in België op te groeien. En die misschien een stukje, want dat beschrijft u ook mooi, deel willen uitmaken van een groep waar hij naar opkeek. Hè? Want dat is het ook wel een beetje. Ja, ik denk in onze maatschappij, er zijn veel mensen die u proberen te laten voelen dat je minder bent. Als je van een andere afkomstig bent. En ik denk dat heeft ook met die zaak te maken. Sanda heeft gevoeld
ja, dat hij wou meer zijn. Hij moest meer zijn. Daarom wou hij in die groep te gaan. Maar hij had die groep niet nodig. Omdat Sander had echt goede vrienden. En die goede vrienden van hem zijn nog altijd met mij in contact. En die weten alles van mij. Heeft u daar een beetje spijt van? Dat u hem niet heeft kunnen overtuigen van het feit dat die groep meer dan genoeg was om te geraken waar hij wilde geraken in het leven? Ja, maar Sander, weet je, Sander had heel veel respect op mij. En ik denk dat het is per respect dat hij heeft mij dat niet gezegd. Omdat hij weet dat we dat gaan discussie brengen en hij kan goed argumenteren. Sander, ja, hij kan goed praten en dat gaat heel lang zijn, denk ik. Samen in de salon te discussiëren, ja, voor de Champions League en dan beginnen te praten. En hij wou dat mij sparen, denk ik. Wat mooi is, als ik dat mag zeggen, als je dat leest en je volgt het hele verhaal. Het is iemand die wij allemaal hadden willen kennen. Ja, ik denk... Sander was groter dan... Sander was supergroot. Sander was de vriend. Je kan hem niet... Wat ik kan zeggen, je kan Sander niet kennen en dan hem haten. Dat kan niet. Sander was de vriend van iedereen. Hij is altijd aan het lachen. Hij is een feestbeest. En tussen zijn vrienden, als je ziet, je doet altijd mensen lachen. En hij zet mensen samen. Als ik het zeg, mensen misschien zullen denken dat zijn zoon. Maar je moet hem kennen om dat te weten. Je moet vragen aan zijn vrienden. Sander was echt... Ik ben heel trots om zijn vader te zijn. En het is een heel mooi eerbetoon ook aan Sander, dus dank u wel daarvoor. Absoluut. En als dit nooit meer gebeurt, dan ik hoop dat. Is er nog iets goeds uit voortgekomen. Meredia, dank je wel om bij ons te zijn.